Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video en deze keer is dat weer een eerste indruk video. Ik ben ongeveer een week geleden naar Amsterdam geweest en natuurlijk moest ik even de Floormer naar binnen. En de strijd om een goede foundation voor mij te vinden is nog steeds in volle gang. Ik heb nog steeds niet een foundation gevonden die super goed bij mijn huid matcht en ik ben best wel bleek van mezelf. En zelfs al is het zomer en zit ik in de zon, is het nog steeds drama. En goed, ik ben daar dus binnengelopen en ik heb gevraagd van joh, hè, hebben jullie iets voor een vrij lichte huid? Want ik had gehoord dat Floormer dat heeft. Dus, there it is. En dit is de Lifting Foundation All Day Long Comfort. En hij is dus van Floormer, er zit SPF 20 in, vind ik ook wel fijn. En dit is de verpakking. Lifting Foundation. En het is de kleur 01 porselein. Dus ja, ik hoop dat het ook matcht op mijn gezicht. Toen ik daar was, had ik natuurlijk make-up op. Dus ik kon het hier niet even testen. Het zag er wel uit alsof het mijn huidskleur was. En voor de rest, ja, gewoon een hele simpele verpakking. De kleur matcht uiteraard niet met de foundation die erin zit. En gaan we nog gekke dingen op. Nou, eigenlijk niet zo. Voordat je foundation koopt, kijk altijd wel even op het ingrediëntenlijstje. Mocht je ergens allergisch voor zijn. Ik heb het al vaker gezegd, ik kan eigenlijk alles hebben. En ik kwak eigenlijk alles op mijn gezicht. En het gaat nagenoeg eigenlijk altijd goed. Dus ja, maar kijk daar wel altijd even naar. Mocht je allergisch zijn of gevoelig zijn voor bepaalde bestanddelen. Nou, voor de rest staat er eigenlijk niet zoveel bijzonders op. Dus gaan we even openmaken. Dit is hem. Het zit in een tube. Vrij strakke verpakking. En ook hier zie je dat, ja, dezelfde kleur als op de doos, zeg maar. Het matcht niet met wat je hebt. En dan hier achterop. Ik hoop dat je hem gaat zien. Hier staat de kleur porselein. En die matcht ongeveer wel. Het is een wat roze ondertoon. En die kan ik best wel hebben. Achterop de verpakking staat niet zo gek veel. Er staat op dat het een vloeibare foundation is. Uiteraard. En dat het je skin flawless geeft. Dus dat hij ja, een mooie strakke finish hebt. En dat hij de hele dag blijft zitten. En dat hij je dus een soort van lifting effect geeft. Nou, dat zou op zich mooi zijn. Ik loop ook richting 30. Hè? Nou ja, volgend jaar maart pas. Maar toch. 29,5 ongeveer. Dus als dat allemaal een beetje strak getrokken wordt, is dat prima. En voor de rest, ja, shake well before use. Dus dat is het. Nou ja, een mooie zilveren dop. Openmaken. Oh. Oh. Ik dacht draaien, maar het is dus een trekdop. En ik dacht dat het echt een was, maar er zit zo'n tuitje aan. Dus dat vind ik eigenlijk wel een heel mooi systeem. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. De medewerkster van Floormer die heeft natuurlijk wel even getest bij mij. Maar heb ik eigenlijk niet opgelet dat het met zo'n tuitje was. Dus dat vind ik eigenlijk wel heel prettig. En ja, ik denk dat we maar gewoon moeten gaan proberen. Oké, we gaan hem proberen. Mijn gezicht is al gereinigd en ik heb dagcreme op, dus ik kan gewoon gelijk beginnen. Verder maak ik gebruik van deze puffspons. En mocht je nog niet weten, deze is van W7 en echt... echt een favoriet en budgetproof. Dus ja, echt heel veel liefde voor deze. Dus ik denk dat ik hem maar gewoon ga testen. Hij is vloeibaar, maar niet zo vloeibaar dat het eraf loopt. En dit is een beetje de kleur. En mijn hand is donkerder. Je hand is vaker donkerder. Dus ik doe er nog even één pompje bij. Ik heb nu ongeveer 3 pompjes erop zitten. Dus ik ga daar met mijn puffspons in. En dan gewoon overal een beetje. Ik moet zeggen, hij begint wel heel fijn aan. En volgens mij is het een... Oh.
voor mijn gezicht echt een perfect match. Zo op het eerste oog. Zou ik dan mijn foundation hebben gevonden? Tot nu toe wat ik heb gedaan, ben ik al heel tevreden. Ik ga even mijn gehele gezicht gewoon doen en dan kijken we gewoon of het wat is. Zo, de eerste laag zit erop en ik moet zeggen, ik ben eigenlijk best wel tevreden. Het is voor mij echt een perfecte match. Ik denk ook echt dat dit hem voor de rest gaat worden. Hij matcht gewoon heel mooi bij mijn huid en ik, ja, wauw, dat had ik niet verwacht, moet ik heel eerlijk zijn. Ik dacht toch dat hij wat te donker zou zijn. Maar er zit een hele kleine, echt heel, heel licht roze ondertoon in. En die heb ik gewoon nodig voor mijn huid. En ja, wow. Ik zeg niet dat die echt full coverage is. Want dat mag voor mij best nog wel wat meer. Dus ik ga ook een dun tweede laagje aanbrengen. Kijken hoe die dan wordt. Ik vind dat ik hier nog wel iets meer bedekking mag hebben. En om mijn ogen uiteraard. Er komt natuurlijk ook wel concealer op. Maar de foundation mag van mij wel iets meer dekken. Dus ik ga gewoon een klein dun laagje aanbrengen. Een tweede laagje. En dan kijken wat hij dan doet. Ook de tweede laag zit erop. En nou vind ik hem echt, echt perfect. En echt, we have a winner. Dit is echt super. Natuurlijk moet het de komende weken uitwijzen. Ik heb wel eens eerder gehad dat ik een foundation had. En dan had ik zoiets van, dit is hem. En na een paar weken had ik zoiets van, nou ik weet het niet. Hij geeft ineens vlekken in mijn gezicht. En of ik het nou met een kwast deed, of met een beauty blender. Of wat dan ook, met mijn handen. Het bleven vlekken. Dus het is even uiteraard afwachten. Maar tot nu toe ben ik echt, echt heel erg te spreken hierover. Ik vind hem echt heel mooi. Hij dekt gewoon, voor een foundation dekt hij met twee wat dunnere laagjes. Dekt hij echt goed genoeg. Tenminste voor wat ik wil. De een wil natuurlijk wat minder, de andere wat meer. Dan kan je zelf een beetje doseren. Ik heb ook wel eens dagen dat ik helemaal niet zo heel veel op wil. En dan gewoon een heel klein beetje foundation doen. Dan zie je mijn sproetjes er nog doorheen. En dat lijkt wat iets meer natural, zeg maar. Maar ook dit vind ik heel, heel mooi. Ik weet het niet. Ik ben gewoon heel blij. Het heeft me echt, echt verrast. Ik had niet verwacht dat hij zo mooi zou matchen. Verder voelt het ook totaal niet alsof ik foundation op mijn gezicht heb. Het trekt niet, het voelt fijn aan. Ja, het voelt niet als een plamuurlaag. Die foundation heb ik wel. En dan denk ik van, nou ja, ik heb nu zoveel troep op mijn bek zitten. Dat, hè? Maar dat heb ik met deze totaal niet. Het voelt heel licht aan. En hij ruikt ook gewoon super lekker. Een soort van, ja, het is geen bloemengeur, maar je hebt er iets van weg. Het is een hele, hele lekkere foundation. Echt met opbrengen. Dan gewoon, lekker. Dus ja. Ik ben echt, echt heel blij. Dus vooralsnog is het echt, echt een topper. En heb je ook een hele witte huid. En heb je nog geen foundation kunnen vinden. Ga dan zeker even checken bij Flormer. Dit is dus de Lifting Foundation. All Day Long Comfort. Dat is even afwachten of die echt de hele dag blijft zitten. Ik heb ook de setting spray van Flormer. En die werkt wel fantastisch. Dus ik ga dat ook aanbrengen. En ik hoop dat hij de hele dag mooi blijft zitten. Wat ik nu ga doen is gewoon even de rest van mijn look afmaken. En dan kom ik dadelijk weer bij jullie terug. Om te kijken hoe die zich houdt met poeders en dat soort dingetjes. Dus ik ben zo weer terug. Zo, ik heb de rest van mijn make-up gedaan en ik had bij Flormer ook een kleur oogschaduw gekocht. En dat is die groen die op mijn bewegend ooglid zit. En oh, ik moest die gewoon uitproberen, dus ik ben weer een beetje te ver gegaan. Maar goed, ik vind hem wel heel erg fantastisch en ik vind de look echt super mooi. Maar goed, buiten dat, terug naar de foundation. Ook mijn poeders houdt die zich gewoon perfect. En natuurlijk bronzer en blush en highlighter opgedaan en een gewone poeder en het blijft gewoon, ja, echt heel mooi zitten. Hij matcht gewoon heel mooi, hij dekt mooi. Ik ben echt, echt super tevreden. Deze van Flormer is zeker een blijvertje. Hij is trouwens €15,95. Nou vind ik het niet erg om nog meer te betalen voor een goede foundation. Dus vind je dat nou ook niet erg, ga dan zeker een kijkje nemen bij Flormer. Flormer zit dus in Amsterdam. En hij zit tegenwoordig ook op, in Rotterdam en dan op het Zuidplein.
En ja, ga er een kijkje nemen als je gewoon op zoek bent naar een goede foundation. Wat betreft dat lifting effect, nou dat zie ik er niet aan voor de rest en dat had ik ook niet verwacht. Maar goed, ja, voor de rest gewoon super, super tevreden. En dan was dit dus mijn video. Mocht je dit nou een leuke video vinden, doe dan zeker even een duimpje omhoog. En er zijn er nog andere producten die je graag wil zien in een eerste indruk video. Laat het me even weten in de comments en dan kan ik daar natuurlijk altijd naar gaan kijken. Verder kan je mij volgen op social media. Je kan mij vinden op Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat. En daar kunnen jullie mij vinden onder Sindes Beauty. Dan bedank jullie super voor het kijken en dan zie ik jullie volgende week weer. Doeg!